Sinds september 2022 zijn de Waalkade en Grifdijk in Nijmegen definitief gesloten voor autoverkeer. Taxichauffeurs streven al jaren naar een ontheffing. Maar nu blijkt dat zij deze al lang hebben. Toch worden chauffeurs nog gewoon bekeurd als ze door deze gebieden rijden. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid en ergernis. Ik ben 2 jaar mee bezig en tot op heden hebben we geen opheldering van de gemeente. En wat we de enige te horen gekregen gisteren, wat het ook toegegeven is, ja, taxis hebben wel de ontheffing, die mogen wel rijden. Maar van ons part, als wij mogen daarop rijden, waarom krijgen we de collega's de bekeuringen nog steeds? Dus het is degelijk op de bewoording te zien dat de taxichauffeurs mogen daar niet op gaan rijden. Het is alleen bestemd voor de lijnbussen. De gemeente Nijmegen is niet in de gelegenheid vandaag te reageren. Nassir hoopt dat het probleem snel wordt verholpen. Want de Waalkade en Grifdijk zijn een belangrijk onderdeel van een goede mobiliteitsmix. Waardoor wij heel veel klandizie missen. Want daar zitten heel veel horeca, cafézaken. Mensen die minder verliet zijn, mensen die met de cruise op en aan gaan. En chauffeurs die daar wel rijden, krijgen zelfs nog een bekeuring. Dus wij proberen zeg maar de bekeuringen te laten seponeren. Dat wij van de gemeente een duidelijke verhaal hebben van oké, vanaf nu mogen jullie het wel. Jullie worden niet bekeurd, zodat wij onze werkzaamheden kunnen verrichten. VVD Nijmegen en Stadspartij Nijmegen hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen. Wij hopen dat de gemeente een beetje open en eerlijk naar ons toe is. En die geeft aan van, goh, daar hebben we fout gemaakt. De bekeuringen die gewoon alles worden teruggedraaid. En de jongens die de geld betaald hebben, weer terug te krijgen op hun rekening. Nu weten we niet. Het is voor ons afwachten wat er gaat gebeuren. Zij hebben 6 weken om daarop te reageren. Dus wij wachten gewoon die reactie af. En hopelijk dat ze sneller met de reactie komen dan die 6 weken.